moet dit nou weer? We zijn nou lekker even uit. Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Disna. Deze video is even iets anders dit keer, want het is voor de eerste keer bij mij gebeurd dat ik filmpjes had gemaakt en de andere helft weggegooid. Maar ik ga dus even kort vertellen wat ik in de video ging doen. Ik had een afspraak in Blaricum en ik reed langs Baren. Ik dacht, laat ik gewoon eens spontaan naar mijn oma toe gaan. Mijn oma die heeft sinds kort Alzheimer, dementie ook wel genoemd. En ja, dat is best wel lastig om haar dan zo te zien, want het gaat echt super snel. En dat maakt het best wel moeilijk om te communiceren, ook omdat ze niet meer goed hoort. Maar het is natuurlijk super mooi dat ze 87 al is en daar ben ik echt super trots op. Ik ben sowieso echt super trots op mijn oma. Zij heeft al 2 keer kanker gehad in haar maag en in haar lymfe. Ze is overal vanaf gekomen. Ze is echt een hele sterke, sterke vrouw die heel erg veel heeft meegemaakt. Ze is altijd nog gek op haar borreltjes. Ze is gewoon echt zo'n lief, zachtaardige vrouw. En langsgaan vind ik wel steeds iets moeilijker worden. Ten eerste natuurlijk omdat ik niet meer zo goed kan communiceren over de dingen die ik doe. Je kunt niet echt meer praten over wat je bezighoudt. Want of bijvoorbeeld ze weet niet meer wie mijn vriend is en dat soort dingen. Dat maakt het wel heel erg moeilijk. Dus ja, je kan niet echt meer praten eigenlijk daarover. En aan de andere kant vind ik het ook heel erg moeilijk dat ze natuurlijk al erg op leeftijd is en ik niet zo vaak meer langskom. En dan elke keer als ik langskom, dan heb ik gewoon een beetje een eng gevoel over dat het misschien wel de laatste keer kan zijn dat ik haar zie. Ook al is het gewoon met haar gezondheid verder oké. Je denkt toch, ja, ze is toch op een bepaalde leeftijd dat je, ja, je weet het niet. En ik heb zelf in mijn leven ook al een keer meegemaakt met mijn vader. Dat ik eigenlijk wilde afbellen voor Vaderdag. Want het was super mooi weer. En hij zat er in een bovenwoning. En ik dacht, maar moet dat nou? Maar ik had hem al best wel een tijdje niet gezien. Vanwege wat omstandigheden. Dus, maar goed, ik ben toen toch naar hem toe gegaan. Ik heb een hele leuke middag gehad met hem en mijn dochtertje en mijn broertje. En toen is hij de volgende dag overleden. En dat, ja, daar ben ik dus heel erg dankbaar dat ik daar ben geweest die dag. En dat wil ik eigenlijk aan jullie ook overbrengen in deze video. Dat je, ja, eigenlijk je dierbare mensen, de belangrijke mensen in je leven, soms zonder dat je het doorhebt, en ik doe het zelf ook echt waar, want ik ben ook zo iemand die het altijd druk heeft. Gewoon een beetje links laat liggen en je gaat niet vaak genoeg langs, want je bent druk. En eigenlijk laat je gewoon hele belangrijke mensen die er eigenlijk voor gezorgd hebben dat jij bestaat, die laat je dan een beetje links liggen. En de mensen die wat ouder zijn, zijn vaak heel erg eenzaam, omdat ze gewoon, ja, vaak hebben ze hun partner al verloren of ze zijn in een verzorgingshuis. Mijn oma die mag ook niet meer de deur uit. Gelukkig woont mijn oma ook in de buurt hoor. En die beelden ben ik ook kwijt. Want ik ben nog even langs mijn oom gegaan en die hebben nog leuk gezwaaid en zo. Maar helaas, ik heb de beelden gewoon kwijtgemaakt. Ik heb gewoon een paraplu boven mijn hoofd. Dat je dat even weet. En we gaan nu lekker even wat drinken in het ouderlijk huis van mijn oma. Zo, daar ben ik! Zeker. Waar heeft u die taart gelaten? Oh. Kijk, u kunt ook uzelf zien, hè, in een vlogcamera. Even kijken. Kijk. Oh ja. Hallo, ik ben Miesje. Zie je me goed? Die staat? Ja. Ja, we zijn nou lekker even uit, zijn we. En dat is naar onze oude. Toen we hier in Baren kwamen, onze oude winkel, zal ik maar zeggen, waar we begonnen zijn. Ja,
En toen waren jullie nog heel klein. Inderdaad, waren jullie nog niet geboren, ja. Jullie kijkers. We hadden boven dat huis, hè? Boven de... Hierboven, ja. Hierboven. En toch even leuk uit geweest ook. Nou, lekker hè? Ja. Volgende keer gaan we iets spannenders doen hoor. Doei! Tot de volgende keer! Zo, vanuit Villa nog even snel een afsluiting. Let's pay it forward! Dus doe ook iets voor iemand waar je iemand gewoon even blij van kunt maken. Ook al is het maar iets heel kleins. Maar als het veel voor diegene betekent en ook voor jou, dan is dat iets heel erg moois. En nou, let's do it. Pay it forward. En ik hoop dat jij diegene die dat jij dan ook weer aan anderen vraagt om het pay it forward te doen. Oké, dankjewel voor het kijken. Het begint te rijden. Doei!